Het is herfst en bijna november. Op de Heemskerkschool in Hogezand wordt alweer druk gewerkt aan de Sint Maartenlampionnen. Naar het jaarlijkse snoepfestijn wordt alweer rijkhalsend uitgekeken. Maar er is een probleem. Eigenlijk weten wij niet wanneer we Sint Maarten moeten lopen. Het hoofd van de school heeft inmiddels crisisberaad gehouden met de winkeliersvereniging. En wat blijkt? De verdeeldheid hier in Hogezand-Sappemeer is helaas ook zo. Want de winkeliersvereniging de Hoge Meren hier in Hogezand heeft het bepaald op maandagavond. Terwijl de winkeliersvereniging in Sappemeer het op zaterdagavond heeft. Dus dit jaar is het jammer genoeg wat verdeeld en we hopen dat het nog één datum wordt. Verwarring alom dus. Het zal de kinderen worst wezen. Want bij hen gaat het maar om één ding. Om je snoepjes heel veel krijgt. En ook bij de ouders heeft de Sint Maarten verwarring toegeslagen. Sommigen gaan met hun kroost het hele weekeinde langs de deuren. En sommigen wachten af. Want ik heb zoiets van wanneer wordt het gegeven op zaterdag of op maandag. En bent u er al uit? Wanneer gaat u lopen? Ik weet het nog niet. Ik wacht af wat er in de krant staat. 11 november is 11 november, toch? Ja, en niet zaterdag of maandag. Nee. Vind ik niet. Nee. De datum van het kinderfeest verschilt dus per ouder en per gemeente. Zo is het in de stad maandagfeest, zegt deze kindervriend. Nee, zaterdag is dus geen geschikte dag. Nogmaals, het is een hele drukke winkeldag altijd. En bovendien dus de winkel sluit om 5 uur. Dus het zou maar heel kort zijn dus dat de kinderen dus van dit feest zouden kunnen genieten. Dus met een beetje plannen, beste kinderen, loop je op zaterdag en maandag langs de winkels. En op zondag door de straten. Ja.